Oké, okay, even voorbereiden, even voorbereiden. Oké, okay, morgen staat daar dus en wij gaan hem dus terugpakken omdat hij mijn TNT heeft gejat. Dus we gaan maar beginnen. Binnen 3, 2, 1, go! Hem overvallen! Ja, ja, super vet dat jij weer kijkt bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Kevin en waarschijnlijk wisten jullie dat al. En als je dat niet wist, ben je waarschijnlijk niet geabonneerd of ben je nieuw. Dus als je nieuw bent, knal even op de blauwe duimpje omhoog. En vergeet het zeker niet te abonneren. En ook voor de mensen die we al langer kennen, knal even op de blauwe duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk even zeker. En volg me natuurlijk even zeker op Instagram. Ik doe even alles gewoon even lekker tegen jullie vertellen. Omdat ik namelijk op Instagram namelijk heel veel nieuwe posts heb geplaatst. Ik post nu de laatste tijd heel veel op Instagram. Echt elke week post ik nu wel een post, een foto zeg maar. Dus ik zou zeggen, volg me lekker op Instagram. Ja, jawel. De Serial Gamer, zo heet ik op Instagram. Dus volg me even. Zou super tof zijn. Ja, jawel. En als je het deelt in je story, zou het ook super tof zijn om mij te volgen. Mensen mij te volgen, ja. Oké, goed. Ik ben nu in de Kaap. De vorige aflevering van Mytopia waren we ook in de Kaap. Toen werd ik overvallen van mijn spulletjes, van mijn geld. Wat ik totaal wel weer terug heb kunnen krijgen, wat super fijn is. Dus ja, jawel. Ik heb het terug kunnen krijgen. Maar vandaag ben ik dus in de Kaap. En waarom was ik in de Kaap? Om spulletjes van A naar B toe te brengen. En even zien. Ik heb je trouwens ook allemaal nog van deze maskers. Gefeliciteerd, je hebt met 3 uur en online tijd op Mytopia 25 XP verdiend voor in de lobby. Hoppatee! 25 extra XP, omdat ik 3 uur online ben geweest. Oké, okay, wie is dat? Ik zag daar iemand lopen. Oké. Okay. Ik moet wel heel veel uitkijken, want ik zag de laatste tijd heel veel spioneerders en zo. Spionage. Vlak bij mijn plot hier. Heel veel van die mensen die gewoon mij begluren. Zo, moeilijk woordje. Ik heb trouwens nog wel een wapenstok en daarom wou ik deze nog meenemen. Ik heb namelijk een nieuw plotje in Atlanta gekocht. En daar komt dus een gangbase op. En daarbij heb ik dus wel gewoon een wapenstok nodig. En gewoon wapens. Want mijn pistool, die is footsie. Die moet ik binnenkort weer even opnieuw aanschaffen. Maar ja, ik heb natuurlijk wel even wat dingetjes nodig. Dus ik heb hier gewoon pepperspray, taser en natuurlijk gewoon een wapenstok. Ja, jawel. Dus laat ik dit even hier leggen zo. Wat misschien verstandiger is, is... Kijk eens. Oh mijn god, er zit nog zoveel spulletjes in. Oh, zoveel. Hier, wat is dit? Betaalbewijs. Oh mijn god, gewoon even voor de gein kijken. Hoe lang is dit geleden dat ik dit heb betaald. Even zien. Staat er een datum in? Nee, er staat geen datum in. Ah, dat is jammer. Staat hier een datum? Dit is echt geniaal. Dit is echt van heel erg lang terug. Waarschuwing 1. Even zien. U heeft 16 juli 2018. Oh, dat valt op zich best wel mee hoe oud dit is. En iemand zegt, dit is een overval. Wat? Wat? Dit is een overval? En hij heeft een pistool? Ik zei het toch, kijkers. Ik zei toch dat ik ben bespioneerd. Ik zei het toch. Moet je kijken dan. Ik wil nu uw TNT. Wat? Die heb ik helemaal niet. Waar heeft u het over? Waarom gebeurt dit steeds bij mij? Jawel. Nu, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe weet hij dat ik TNT op zak heb? Want volgens mij klopt dat ook nog. Ja, ik wou namelijk deze TNT wou ik namelijk gebruiken om het politiebureau kapot op te blazen. Maar ja, dat wil ik natuurlijk wel behouden. Van mensen gehoord. Oh? Oh, natuurlijk. Ja, mensen in de city toen bij mijn livestream, die wouden ook dit TNT hebben. Ik wou hem even goed spreken, want ik geloof hem niet eigenlijk. Trouwens, ik moet dan even mijn wapen pakken. Oké, snel mijn wapen pakken. Hoppatee, deze en taser en pepperspray. Ja, hoppatee. Die heb ik dan ook even bij de hand. Als hij dan mijn TNT echt jat, kan ik hem altijd nog achterna zetten en hem taseren. Dat is wat ik ga doen. Ja, 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 ja. Want ik wil ook niet dood. Dat wil ik absoluut niet. Oké, oké, oké. Oké. Vertel, vertel, vertel. Deze persoon wou dus mijn TNT hebben, maar waarom wil hij mijn TNT hebben? Waarom wil je mijn TNT hebben? Jouw TNT nu. Het is ten eerste jou met een W, maar goed, dat maakt niet uit. Maar nee, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit, want ik maak echt genoeg spellingfoutjes. Ik dan. Jouw TNT nu. Waarom? Waarom wilt hij mijn TNT hebben? Waarom? Deze TNT is van mij en die TNT wil ik gebruiken om het politiebureau op te blazen. Dat is gewoon alleen maar voor een goed doel, vind ik. Geven nu. Oké, 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 oké. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oké. Opdracht. Oké, het was dus voor een opdracht. Oké, maar ik wil niet dood. Ik wil absoluut niet dood. Weet je, het politiebureau opblazen is minder belangrijk dat ik doodga, dat ik al mijn spullen verlies. Of tenminste, dat ik gewoon doodga, mijn fitheid verlies voor de kluizen zelf, voor die serie. Is echt super zonde. En hij loopt gewoon weg. Hij loopt gewoon weg. Weet je wat? Misschien dat ik hem kan achtervolgen en dat hij me niet ziet. Dat is wat ik ga doen. Ik zie hem daar naartoe lopen. Ja, 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 we gaan hem achtervolgen. Ik heb dus hem mijn TNT gegeven en nu ga ik hem proberen te vermoorden. Want hij heeft namelijk gewoon mij beroofd van mijn TNT, wat totaal niet mag, natuurlijk. Want ik ga hem even laten zien dat dat niet normaal is. En hij loopt veel te snel voor mij. Nee! Nee, want ik ben natuurlijk dood gegaan. Nee! Oké, okay, gewoon doorlopen, Kevin. Gewoon doorlopen, Kevin. En hopen dat hij hier ergens is en dat ik zijn name tag zie. En dat ik hem dan achterna kan zitten en misschien wel kan nog... Ja, ik heb alleen pepperspray en taser. Misschien dat ik hem daarmee kan af laten schrikken met een wapenstok. Maar ja, waar is hij heen? Hier liep hij heen, volgens mij. Ik zag hier nog... Ja, ik zag daarna volgens mij nog een name tag. Hier ergens. Hier, bij hier. Maar waar is hij dan? Hier ergens zag ik een name tag. Maar is hij hier? Het zou wel heel geinig zijn als hij hier is. Want, oh mijn god, wat is hier gebeurd? Oh, oh.
Oh mijn god, allemaal van dat WBV-slijmspul. Oh, hier moet Marnik niet naartoe, want moet je eens kijken. Marnik gaat sowieso dan denken, oh mijn god, en dat denk ik nu ook. Moet je kijken hoeveel slijm. Dit is dan niet normaal meer. Oké. Dit is ontploft zeker. Ja, ik weet nog wel dat ik dit slijm ging stelen voor om te experimenteren, om te onderzoeken. Maar toen ging het ineens helemaal fout. En wat is dit? Ook maar van... Oh, dit is allemaal kapot. Oh mijn god, dit is echt heel geinig om te zien. Maar kijk, Kevin, dit is niet wat we nodig hebben. We moeten... Maar, ja, wie is dat? Oh mijn god, Morris is daar. De Morris is degene die mij heeft overvallen. Ja, ja, we hebben hem gevonden. Ja, oh mijn god, we hebben zoveel geluk. Maar wacht eens even, dit kan niet. We hebben gewoon, ja oké, we zagen wel een nametag. Dus we hebben wel veel geluk gehad dat ik nog zijn nametag zag. Maar hoe kan hij hier naar beneden zijn gegaan? En waarom staan deze deuren open? Deze deuren stonden steeds dicht. Dus wat is dit? Net een lab? Wat is dit voor eng lab? Moet je kijken, allemaal gekke computerdingen en zo. Wat? En, wat is dit dan? Alle deuren staan open met allemaal computerschermen en zo. Maar ja, hier moet ik niet mee bezig. Ik moet die persoon even pakken met mijn taser en met mijn pepperspray. En hoop ik dat ik hem mee bang kan maken. En dat hij mij die pistool geeft. Mijn pistool, wat? Dat is niet wat ik hoef. Nou ja, dat zou wel natuurlijk helemaal mooi zijn als hij ook nog zijn pistool geeft. Maar ik bedoel eigenlijk zijn TNT. Of eigenlijk mijn TNT moet hij teruggeven. Oké, volgens mij is hij hier ergens. Hoe komt hij daar? Lol, wat is dit? Is dit een tank? Ja, dit is een tank. Oh mijn god. Dit is gewoon een letterlijke tank die hier staat. Een tank. Oh mijn god, ik moet even shift. Ja, hij staat daar. Oh mijn god, je kan daar gewoon naartoe. Maar wat is dit dan? Een tank. Er worden hier gewoon tanken gemaakt. Hier in de kaart. Oké, even voorbereiden. Oké, Morris staat daar dus. En wij gaan hem dus terugpakken. Omdat hij mijn TNT heeft gejat. Dus we gaan beginnen. Binnen 3, 2, 1, go. Hem overvallen. Hey, dit is over. Dit is opnieuw een overval. En nu voor jou. En nu voor jou. Als jij het TNT niet teruggeeft. Ga je eraan. Ik ben niet bang voor jou. Wegwezen hier. Hij is niet bang voor mij. Kijk wat ik heb. En ik heb nog een pistool. Ik heb de hik. Oh mijn god, dat is niet handig. Maar ik heb nog een pistool. Dus als jij het nu niet teruggeeft, ga je eraan. Ik heb natuurlijk geen pistool, maar dat gaat hij vast wel geloven. Geef. Ja, hij is nu weg. Nee, ik ga jou... Nee! Woeps, je batterij van je taser is op. Nee. Oké, dan gebruik ik mijn pepperspray. Hier, je pepperspray gespoten op Morris. Geef nu. Anders dood ik je met mijn gun. Geef nu mijn TNT terug. Anders... Ja, hij geeft het terug. Oh mijn god, hij geeft het gewoon terug. Ik heb hem opnieuw overvallen. Oké, kom. We moeten meteen teruggaan. Voordat hij versterking roept of zo. Oh, dit is geniaal. Wat hij waarschijnlijk zou denken is van... Nee, ik wil niet van deze persoon straks gepepperspreed worden. En straks ook nog gedood willen worden door een pistool. Die ik natuurlijk helemaal niet heb. Maar dat geloofde hij gewoon. Oh mijn god. Oh, wat is dit geniaal. Morris. Volgens mij was dat ook een kijker van Marnik of zo. Van Marnoop. Maar dat betekent dus dat iedereen, maar dan ook iedereen, mij wilt overvallen. Als degene dit als opdracht heeft. Want deze persoon deed dit omdat hij dit als opdracht had gekregen had. Oké, prima. Hij wou waarschijnlijk niet doodgaan. En hij vond die opdracht niet zo belangrijk. Denk ik dan. Ik vind het alleen maar mooi. We hebben het weer terug. En dan knal even op het blauwe duimpje hoofd. Vergeet ik er zeker niet te abonneren. En dan hoop ik dat ik nu zometeen veilig ben trouwens. In mijn plot. Want dat is wel heel erg belangrijk even. Want ja, je weet het maar nooit. Want er zijn echt best wel wat mensen online. Hier in de Krottenwijk. Oké, kom op. En ik moet het trouwens echt even oplossen. Dat het niet meer afgesloten wordt. Maar goed, dat is allemaal aan mijn orde. Mijn probleem. Oké, hier snel naar beneden. Hoppatee. In mijn container. En nu zitten we gewoon veilig in de container. Ik vind dat zo geinig. Dat we gewoon in een container gaan. Om in de ingang te gaan van mijn plot. Raar toch, kijkers? Jazeker, dat is heel gek. Maar knal even op het blauwe duimpje hoog. Vergeet het zeker niet. Oh mijn god, dat doe ik even opnieuw. Knal even op het belletje om op de hoogte te blijven van elke video en livestream. En abonneer natuurlijk zeker op mijn kanaal. Dat zou super, super tof zijn. En vergeet natuurlijk zeker niet mij te volgen op Instagram, TheSerialGamer. Ik post namelijk elke week een nieuwe post. Dus ja, volg me even. En wie weet, als jij mij even deelt op social media, mijn Instagram. Wie weet krijg je dan wel een dikke, vette shout-out. Dus ik zou zeggen, als je dat tof vindt, doe dat zeker even dan. Maar kijk eens, ik zie jullie bij de volgende video weer. Later! Vergeet het zeker niet te... Oh mijn god, dat doe ik even opnieuw.
Maar jij wel. Abonneer natuurlijk even zeker voor...